Richard Krajicek, gisteren fantastisch nieuws denk ik voor jou. Toen je te horen kreeg dat Roger Federer naar Ahoy kwam, is de grijns al van je gezicht afgegaan daarna? Ja, nou ja, het was inderdaad heel mooi nieuws. Ja, al sinds vorige week donderdag of vrijdag waren we eigenlijk al rond. En het was eigenlijk een beetje wachten inderdaad voor dat hij getraind had een paar dagen. En ja, dat is een mooi, mooi succes voor het hele team en voor het toernooi. En ja, als je dan ook de reacties hoort en ook ziet, vooral het aantal kaarten dat er verkocht is, echt duizenden in de afgelopen 12 uur. Dus ja, het is bizar. Ja, zit er wel tegen uitverkocht aan? Er zijn sommige sessies die zijn inderdaad zo goed als uitverkocht. De finale is bijna onmogelijk om kaarten te krijgen. Ja, het is ongelooflijk. Ja. En dan kan ik me voorstellen, je zegt net donderdag was het eigenlijk al rond, dat het best wel lastig is om dan het voor je te houden eigenlijk. Nee, eigenlijk niet lastig, maar het is lastig om te wachten. Nee, ik ben vaak in deze situatie geweest met toppers. En, dus ik weet, als het niet doorgaat, gaat het niet door, weet je wel. Dus dan, wat zeg je dan? Ja, we waren bijna rond. Oh nee, het gaat toch niet gebeuren. Dus nee, voor me houden is niet lastig. Maar erop wachten dat hij eindelijk, het uiterlijk woensdag laat hij het weten. Dus ja, op dinsdagavond ook zoiets van, goh, gaat het, weet je wel. Maar nee, we tot nog wachten tot woensdag. Dus woensdagavond om 17:15, toen kreeg ik verlossende telefoontje. Want hoe gaat het dan? Want er is wel vaker gezegd, het wordt of een Federer of een Nadal of een wat breder deelnemersveld. Ja. Heeft hij jou of jullie benaderd of hoe is het gegaan? Nee, hij heeft ons benaderd en omdat het last minute is, was het echt een buitenkans voor ons. En hij wilde spelen en op die manier kan je dan goede afspraken maken. En dan past het gewoon in alle vormen, op alle manieren zou ik maar zeggen, in ons plaatje. Jullie hebben niet de hoofdprijs voor hem moeten betalen? Nee, dat hoeft er niet, nee. Dus dan is het denk ik het sterkste deelnemersveld in jaren, of? Eigenlijk wel, omdat hij... even kijken, ja. Ja, inderdaad. Ja, sinds inderdaad een lange tijd. Ja, hij is toch de nummer 2. He, was vorig jaar natuurlijk ook een sterk deelnemersveld met Nadal en Wawrinka, maar die kwamen niet. Maar ik denk dat het een tijd geleden is dat we dit niveau hadden. Ik denk dat Federer was toen in 2012 kwam. Was die voor mij nummer 1, denk ik. Maar in ieder geval, we hebben dit niet vaak zo sterk. We hebben nu dus de 2, 4 en 5 van de wereld. En nummer 7 ook nog. Ja. En misschien wel toekomstig nummer 1 van de wereld, als hij de halve finale bij jullie haalt. Dan is hij de nieuwe nummer 1. Ik denk dat de voornaamste reden is dat hij gewoon bij jullie wil komen tennissen. Dat lijkt het wel op. Maar heeft hij niet gezegd. De reden was, de reden waarom hij dus contact opnam, was zijn manager naar Australië, was van ja, weinig inspanning hoeven leveren in Australië, behalve de finale dan. Half finale was geloof ik 3 kwartier, als 1 setje. Alle andere wedstrijden waren 3 sets. Dus ja, hij voelde zich heel fris. En dat normaal na een Grand Slam wil die we gewoon wat lange tijd hebben. Nu als hij van, ik kan spelen. Over nummer 1 heeft hij het niet gehad. Maar als je dan zo ziet dat er eigenlijk 3 wedstrijden verwijderd is, dan zal dat ongetwijfeld wel meegespeeld hebben. Maar dat is niet de reden die hij ons tegen ons gezegd heeft. Dan de rest van het deelnemersveld. Een afmelding van Nick Kyrgios, begrijp ik. Last van zijn schouder, had al last van de Davis Cup. Had je daar al rekening mee gehouden? Ja, elleboog. Ja, eergisteren eigenlijk al mensen van ja, gaat naar de dokter, moet even afwachten. Ja, vanochtend kregen we dan de bevestiging dat het gewoon echt niet gaat gebeuren. En dus dat is jammer. Maar de pijn is, zou ik maar zeggen, verzacht natuurlijk met de komst van Roger. Je hebt liefst 0 afmeldingen. Maar het is nou helemaal zo. En hopelijk dat hij volgend jaar wel kan komen, Kyrgios. Hoe is het met de rest? Een Stanislas Wawrinka bijvoorbeeld, die ook een beetje sukkelt met blessures. Heb je al wat van hem gehoord? Ja, het gaat heel goed met hem, weet ik. Met zijn knie. En zo goed dat hij zelfs deze week in Sofia speelt. Dus ja, dat is het enige dat ik denk van, goh, rustig aan, niet te ver komen. Maar ik weet dat het heel goed met hem gaat. Dus hij voelt zich zo vol vertrouwen dat hij kan spelen. Hij heeft natuurlijk een zware operatie gehad aan zijn knie. En Australië was hij niet klaar voor, maar hij ging er toch heen om toch gewoon even te spelen. En de verwachtingen waren 0. En dat hoorde ik al van zijn manager van tevoren. Maakt niet uit hoe hij daar speelt. Hij is eigenlijk nog niet klaar voor, maar hij wil gewoon even een wedstrijd spelen om te kijken hoe het gaat. Dus Wawrinka, een goed gevoel over. Hij heeft ook zijn trainingsbaan al geboekt. Net als Zverev, die komt dan vanaf vrijdag. Dimitrov is al vanaf zaterdag. Dus zou ik maar zeggen, de toppers, daar heb ik een goed gevoel over. Ja, jammer van Kyrgios. Ja, en dan is dit weekend de loting. Vrijdagavond. Ja, dat zie ik als weekend altijd, vrijdagavond. Okay. Nee, allemaal toppers en natuurlijk ook Nederlanders aanwezig. Is het voor jou dan nog lastig om
ik weet niet, om het allemaal in te passen. Ik denk normaal dat je de toppers in de avondsessie wil en ook de Nederlanders. Ja, inderdaad. Ja, je moet gewoon even kijken. Hangt ook vanaf wie tegen wie speelt, natuurlijk. En, maar ja, het is in ieder geval zeker dat Federer 's avonds zal spelen. Dus ja. Ik denk dinsdagavond of woensdagavond. En daarna zal hij ook daarna de avonden spelen. Donderdagavond, vrijdagavond. Dus als hij blijft winnen, hopelijk natuurlijk. En dan ja, moet je met de rest even kijken. Want soms is een tweede avondpartij minder leuk voor een speler, voor het publiek. Omdat zeker als de eerste wedstrijd lang heeft geduurd, dan kan je beter de laatste dagpartij. Dus ja, het mooie is dat er nu zoveel sessies zullen zijn met fantastische tennis, fantastische spelers. En ja, ik kijk er echt naar uit. Dus de eerste paar dagen wordt aan de ene kant moeilijk plannen. Maar aan de andere kant ook wel weer leuk plannen. Van ja, dus, als mensen een kaartje kopen, dan komen ze bijna altijd een topper te zien. Hoe was het? Het nieuws, maandag zat je bij Pep Talk. De twee laatste wildcards voor Timo de Bakker en Talon Griekspoor. Ja. Toen wist je eigenlijk denk ik al dat je er nog eentje eigenlijk over had moest hebben voor Roger Federer. Hoe zit dat met qua verdeling? Nu is misschien Kyrgios er niet bij, dus is dan dat plekje vrij? Of? Nee, zo werkt het niet. Het is dat de 500 toernooi, waar wij dus wat status die wij hebben, die hebben nog een speciale A-plus wildcard. A-plus zijn... zes topspelers die wij als 500 toernooien uitkiezen, die wij topspelers vinden, belangrijk voor ons toernooi. Nou, heel vaak is het de top 6, maar bijvoorbeeld Djokovic staat er ook op. En die staat 15e van de wereld. En Federer is dus een van die A-plus spelers. En daar krijg je een extra wildcard voor. Dat is er eigenlijk bovenop. En, dus we hoeven niemand teleur te stellen. Ik hoef niet een Timo de Bakker of een Talon Griekspoor te bellen van goh, je bent toch je wildcard kwijt. Nee, dus dat is een extra wildcard die we hebben. En die hebben we één keer eerder benut in de afgelopen 10 jaar. Dat was voor Murray een paar jaar geleden. En ja, nu dus de tweede keer. En blij dat we die hebben. Ja, want anders zou je moeten zeggen, bel Roger Federer, sorry Roger, maar hebben ze te vol? Ja, dan moet je zeggen van ja, we hebben niet, maar dat calculeer je in. En voorheen, of nog steeds zeg ik altijd, de laatste wildcards maak ik heel laat bekend. En op een gegeven moment dan weet je gewoon als er nog een speler komt. Hè, op een gegeven moment is het natuurlijk met de enige die nog kan komen is een Federer. Omdat ik daar dus al anderhalf week geleden mee gesproken had. En ik wist dat hij voor die A-plus was. En toen kon ik dus die andere twee wildcards van de Bakker en Griekspoor bekendmaken. Omdat ik wist dat ik als Federer zou komen, had ik nog een ander soort wildcard achter de hand. Hoe lopen de voorbereidingen? Ja, het loopt wel goed. Heel druk opeens gisteren natuurlijk met die kaartverkoop. En het loopt allemaal goed. Ik denk dat we een heel mooie week tegemoet gaan. De opkomstmuziek van Afrojack. We hebben ledboarding ook nu beneden bij de banen. En proberen gewoon... we bestaan 45 jaar als toernooi. 45 jaar dezelfde sponsor, ABN AMRO. Dus dat is ook een dubbel feest, extra feest. En en nu met Federer erbij, ja, dan kan het... eigenlijk niet meer stuk, maar ja, het is sport, dus je moet afwachten hoe zo'n week verloopt. Maar voorlopig ziet het er goed uit.